welkom terug op mijn kanaal. Vandaag ga ik samen met jullie mijn make-up doen. Ik heb mijn make-up in deze toilettas zitten en ik ga samen met jullie mee opmaken. Het gaat een heel neutrale make-up look worden, want het is gewoon een thuisblijfdagje aangezien dat we niet naar buiten mogen gaan. Dus ik ga jullie laten zien welke producten ik daarvoor gebruik. En het zijn ook een aantal nieuwe producten die ik ook nog niet zelf heb getest. Dus het is ook een beetje een eerste indruk video. Dus blijf zeker verder kijken en dan gaan we nu beginnen. Ik ga beginnen met deze primer van L'Oréal. Dit is de Infallible Magic Essence Drops. En de primer ziet er blauw uit. Super raar. Maar we gaan dat eens testen. Ik ga een paar druppeltjes op mijn hand doen. En het ziet dus echt super blauw. En dat gaan we dan eens op mijn gezicht aanbrengen. En van het blauwe zie je helemaal niks meer terug op mijn huid. Dus dan kunnen we nu door naar de volgende stap. En dat is het aanbrengen van foundation. En ik ga daarvoor een nieuw product van Clarins gebruiken. Dit is een Milky Boost foundation. En dit is eigenlijk een witte melk die eruit komt. En die verandert dan naar een foundation. En ze hebben dat in verschillende kleurtjes. En ik heb de kleur 01. Dus het ziet er echt wit uit. Maar dan als we het opensmeren, dan wordt het een kleurtje. En zoals je ziet, is het echt een heel natuurlijk resultaat. Ik ga een klein beetje de roodheden gaan camoufleren. Het geeft niet extreem veel dekking. Het is wel ideaal voor de zomer als ik toch iets van foundation wil opdoen. Maar het ook niet te zwaar wil maken. Normaal zou ik ook foundation aanbrengen met een kwast. Maar omdat het een product is dat je moet uitsmeren, gaat dat moeilijker met een kwast. L'Oréal heeft ook een nieuwe concealer. De Infallible More Than Concealer. En deze heeft echt een super dik kwastje. En het doet mij een beetje denken aan de concealer van Tarte. Het heeft heel veel dekking en aangezien dat de foundation een lichtere dekking geeft, ga ik deze gebruiken voor een klein beetje meer dekking op te bouwen. En ik vind die echt heel makkelijk om te gebruiken, aangezien dat dat zo'n dik kwastje is. En dan gaan we uitsmeren met een kwast. Ik heb een aantal puistjes. Ik heb er hier eentje en hier eentje. Dus daarvoor ga ik ook een beetje concealer nemen. En dan aanbrengen erop. En dan gaan we nu afpoederen. En ik heb nog een heel klein beetje poeder van het Kat Von D poeder. Dus dan ga ik opmaken. Zien of er nog wel uitkomen. Oké, dan hebben we een beetje poeder hierin. En dan ga ik mijn gezicht afpoederen. Ik vind dat echt een heel fijn poeder. Ik had eerst de kleine verpakking, de reisverpakking, gekocht. Om het eens te testen. En ik vind het echt een heel fijn poeder. Dus ik heb ook de grote verpakking gekocht. En die staat thuis. En nu is het tijd voor een beetje bronzer. En ik ga daarvoor een Selfie Magic Contour Kit gebruiken van Karatja. Het ziet er zo uit. Het is een lichte kleur. En ik ga die drie kleurtjes gewoon eigenlijk samen mengen op mijn kwastje. En dat dan aanbrengen. En ik neem mijn nek ook een beetje mee. Dan ga ik een beetje blush gebruiken van Milani. Dat was oorspronkelijk een roosje, maar omdat ik die al zo vaak heb gebruikt, is het roosje niet echt meer zichtbaar. Maar het is de kleur 01 Romantic Rose. Ik ga ook een beetje op mijn kwast nemen. En dan ga ik een beetje highlighter gebruiken van Laura Mercier. En die ga ik gebruiken om hier aan te brengen. Ik vind dat het altijd een mooi effect heeft. Ik vind dat mijn ogen er dan veel frisser en wakkerder eruit zien. Wat ik nu ga doen is een setting spray gebruiken om mijn gezicht, om de poederproducten eigenlijk een beetje te vast te zetten en ervoor te zorgen dat het minder poederachtig eruit ziet. En dan ga ik verder met mascara, wenkbrauwgel en lipstick. En dan kunnen we nu een wenkbrauwproductje gebruiken van Essence. Ik ga daarmee eigenlijk gewoon eens door mijn wenkbrauwen kammen. Zodat die mooi eigenlijk op zijn plaats blijven.
En dan ga ik nu mascara aanbrengen. Ik heb er eentje van de Clinique. De High Impact Mascara. Ik heb daar ook al een review over geschreven. Die kan je op mijn blog vinden. Echt een heel fijne mascara die ik op dit moment gebruik. En die zorgt er echt voor dat mijn wimpers super lang worden. Nu afsluiten met een lipstick en ik ga daarvoor deze van Clarins gebruiken. Dat is ook iets nieuw dat ik recent heb ontdekt. Dat is de Velvet Lip Perfector in de kleur 01 en deze heeft een kussentje. En ik dacht eerlijk gezegd dat dat een glansje ging geven, maar het heeft eigenlijk een mat effect en dat blijft heel lang op je lippen zitten. Dat geeft zo een heel subtiele kleur en dat blijft ook heel mooi doorheen de dag. En het voelt heel aangenaam op de lippen. En dit is mijn dagelijkse make-up routine. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om te zien. Het is echt een heel makkelijke dagelijkse look die niet veel tijd in beslag neemt. Ik denk dat ik er ongeveer maximum 10 minuutjes mee bezig ben. En ik hoop dat jullie het een leuke video vonden. Vergeet niet te abonneren, te liken. En dan zie ik jullie in een volgende video. Doei!